Meneer Blom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de plannen voor vandaag? We zijn eigenlijk de eerste dag een beetje met wat technische hiccups begonnen. Dus ik ben voornamelijk nog met de uitzending van Topnames bezig geweest. Ik hoop dat we die vanochtend kunnen verfijnen, zodat ik me daarna volop in het festival in kan duiken. Ja, en heb je dan al een beetje gekeken wat vandaag interessant zou kunnen zijn? Of moet je daar eigenlijk nog aan beginnen? In het vliegtuig heb ik een grote grove voorselectie gemaakt. En een van de dingen waar ik steeds naar gekeken heb, wat heel duidelijk was hier, was dat wearable technologies een belangrijk punt is. Dus ik had mij voorgenomen om daar sessies van te gaan volgen. Ik weet niet helemaal zeker of die ook vandaag zijn, maar dat is een van de thema's die ik wel wil volgen. Er begint er zometeen eentje met de wired bodies of de interconnected lichamen, zeg maar. Is dat wat voor jou? Ja, dat klinkt wel als wat. Zo is er ook een Nederlander aanwezig die een heel pak heeft gemaakt wat op alle mogelijke manieren connected is. Die proberen we ook nog in de uitzending te krijgen. Maar nee, dat soort sessies inderdaad. Ja. Kun je nog even uitleggen waar wij eigenlijk zijn? Want het ziet er hier wel huiselijk uit. We hebben dit pand gehuurd via Airbnb. Waar zijn we? Een kwartiertje fietsen van het centrum van Zuid-Zuidwest. En ik vind het ontzettend gezellig. We zitten hier met vier mannen, waarvan Michiel Buitelaar degene is die de katten en de konijnen verzorgt. Jij lekker koffie zet 's ochtends. Dus het is veel beter dan in een hotel. Meneer Buitelaar, ja. De katten en de konijnen heb ik gehoord. Ja, dat is een van de redenen dat ik hier zit. Ja, helemaal. Heel belangrijk mijn dag. Maar je vertelde net dat je grote ambities hebt voor het festival. Waar bestaan die ambities uit deze week? Nou, ik wil heel veel zien. Ik wil heel veel sessies meemaken en films zien en zo. Daar ben ik ook al mee begonnen. Dus ik sla ook nogal wat afspraken af. Dat zeg ik dan nu als excuus tegen verschillende mensen die willen borrelen en dit en dat. Ik wil gewoon heel veel zien. Ik kom hier om dingen te zien. Je bent hier gefocust, programma, inhoud. Ja, inhoud. En onder andere, ik hoor Erwin er net iets zeggen over die connected bodies en zo. Daar kom ik dus voor om voor mezelf vast te stellen dat grotendeels gelul is. Ja. Ik geloof dat niet zo. Nee, ik ben heel sceptisch en ik denk dat er onderliggend wel degelijk dingen kloppen. Maar de gedachte dat iedereen met allemaal pakken gaat lopen, vol met elektronica en allemaal ingewikkelde dingen. Bijvoorbeeld ook de gedachte dat mensen brillen op gaan zetten om de wereld om zich heen op te nemen. Dat is een populaire gedachte. Die geloof ik dus niet. Ja. We hebben je gisteren de hele dag niet gezien. Wat heb je gedaan en wat is je opgevallen? Ja, ik heb bij heel veel dingen gezeten van sterk wisselende kwaliteit. Ik ben ook een paar keer geweigerd trouwens, tot mijn grote irritatie. Te laat was of misschien mijn haar niet goed zat. Maar nee, ik heb heel driftig rondgestekkerd. En het laatste wat ik heb gezien was de voorvertoning van Cosmos. Zo'n oude serie van Carl Sagan die men doet herleven. Ik heb een heleboel gezien. En dat was met deels wel aardig. Het beste vond ik iets over robots en iets over artificiële intelligentie. Die discussie over het mogelijk verdwijnen van de middenklasse en het toenemen van ongelijkheid doordat een groot deel van de menselijke arbeid wegvalt. Of je daar nou ook een positieve wending aan kunt geven of dat het eigenlijk heel eng is. Dat is een discussie die maar zeer bij zich gaat. Die boeken van Brynjolfsson en zo. Dat vind ik zeer boeiend.